Het mannenkoor Maranatha heeft afgelopen zaterdag een geslaagd kerstconcert gehouden. Het goed opgekomen publiek kon genieten van een gevarieerd concert, waar jong en oud voor een prachtige muziekuitvoering, dat de mensen genoten hebben van het geheel, was te merken aan hun spontane reactie. Volgens Henry Narendorp, de voorzitter van Maranatha, had dit concert een tweeledig doel. Namelijk de kerstsfeer aan te wakkeren en om fondsen te vergaren. Het koor is voornemens in 2019 naar Zweden af te reizen voor deelname aan de internationale korencompetitie, georganiseerd door Intercultuur. Het kerstconcert stond echter ook in het teken van verjonging en toekomstgerichtheid. Verjonging is het noodzakelijke kernstreven van Maranatha, indien wij er met z'n allen niet in slagen jongeren te interesseren voor de koorzang, dan zal dit mooi cultureel erfgoed van Suriname verloren gaan, zegt de leiding van het koor. Wij brengen u een fragment van het concert. Een fragment uit het kerstconcert van het mannenkoor Maranatha afgelopen zaterdag in de congreszaal.